the fashion industry here is upcoming. And ik wil dat dan... Ik wil een bijdrage leveren om hier een fashion industry te creëren. Surinamers maken nog niet zo vaak gebruik van een fashion designer om hun kleding te ontwerpen. Daar wil Meredith Yuruya verandering in brengen. Op jonge leeftijd ontwikkelde ze haar eigen high fashion kledinglijn Mary Marian en won prijzen op internationale fashion shows. Ik ben Meredith Yuruya, ik ben 22 jaar jong en ik ben fashion designer en ik zit ook nog op school. Ik ben fashion designer van kledingmerk Mary Marian. Oké, je bent dus een modeontwerper. Hoe lang doe je dit werk al? Ongeveer 3 jaartjes nu. Maar omdat mijn moeder al modiste was sinds toen ik geboren was. Dus toen ging ik gewoon mee met haar. Maar ik ben officieel gewoon 3 jaar bezig. Ik wilde altijd gewoon een eigen business hebben. Maar toen ik 15 jaar was ongeveer, toen zat ik op de HAVO. En toen had ik vrienden die ook hun eigen business wilden hebben. Dus zo begonnen we over businesses te praten. We probeerden zelf ook een slagerij over te nemen. En ja, is niet gelukt. Maar dus zo zijn we begonnen. En toen ik 17 jaar was, toen zat ik dan op FHR. Eerste jaar en toen kreeg ik het idee om dit eigenlijk te doen. Want mijn moeder was al mee bezig. Maar ik had mezelf ook een vraag gesteld van wil je nu beginnen of wil je pas na die 4 jaar een business starten? Want ik doe IBMS. Ik specialiseer in entrepreneurship. Dus vandaar dat ik eigenlijk dit nu ook doe. Modeontwerper in Suriname is niet een alledaags beroep. Dus waarom heeft het je toch aangetrokken? Omdat ik eigenlijk... Ik hou van kunst en eigenlijk fashion is ook deel van kunst. Want je ontwerpt iets en je... Het is gewoon iets dat uit jezelf komt. En ik wilde nooit een standaard job hebben. En ik dacht van, ik moet gewoon... Kijk, als je je talenten niet gebruikt, dan is het gewoon een waste of... talent en ja, dus daarom heb ik het eigenlijk gekozen. En ook omdat ik altijd geïnteresseerd was in fashion, alhoewel hier niet echt een industrie voor is, maar ik geloof erin dat je, kijk, als er iets niet is, dan moet je het gewoon zelf gaan creëren. Dus daarom heb ik ervoor gekozen. Wijzen hoe je een nieuw ontwerp tot leven brengt? Ja, dus dat ga ik nu doen. Dus ik begin eigenlijk eerst gewoon met research. Hoe ik nu bezig ben met een African print collectie, dan zoek ik meestal nu heb ik ingetypt African culture om eigenlijk meer te weten over een Afrikaanse cultuur en gewoon alles wat mij eigenlijk kan inspireren. Bijvoorbeeld gewoon hun traditionele klederdrachten, hun sieraden en wat voor feestjes ze allemaal hebben. En ook gewoon hoe ze zich gedragen in hun groep. Dus aan de hand daarvan kan je dan zo een collectie in elkaar zetten. En dat is wat ik had gedaan bij een fashion fest. En dan moesten we een beeld uitkiezen. Of vanuit een tropenmuseum. En dan moest je aan de hand daarvan een collectie gaan maken van 4. Dus dat heb ik gedaan. Dus dat ga ik weer nu doen. Dus nu zoek ik gewoon naar African culture. Ik heb mijn stoffen al uitgekozen. Dit heb ik, ik heb gewoon staaltjes uitgeknipt en hierop geplakt. Zodat ik telkens weer kan kijken wat ik allemaal
met welke stoffen ik samen kan combineren. En die stoffen heb ik... Wat voor prints zijn op de tweede en de derde staal papiertje? Dus allemaal zijn African prints. Maar ze verschillen in kleur en zo. Ja, maar allemaal zijn... En in motieven. Zijn, ja. Okay. Dus alleen in kleur en motieven, maar zijn gewoon dezelfde kwaliteitsstoffen en... Ja, dus dat. Oké. Okay. En dan, die stoffen heb ik gewoon hier wel hangen. Ja. En als je dat al hebt gedaan, wat doe je dan? Want hier heb ik al een paar sketches van wat ik ga maken. En dan ga ik gewoon doorsketchen. Dus eigenlijk was het voor een man. Maar ik had het gestyled. En het was, dan leek het op een long shirt. Dus ik liep dan toen in de stad. En toen zag een dame het. En ze vond het leuk. En toen kreeg ik de bestelling. Dus ja, dus dat ga ik nu maken. Oké, nu ben ik klaar. Done. Je hebt verschillende fashion designers. Sommigen kunnen goed tekenen. Sommigen moeten het gewoon voor zich zien. Dus bijvoorbeeld als ze die stoffen hebben en dan beginnen ze te draperen op een pop of zo. Dus, maar als je fashion designer wilt zijn, moet je gewoon eigenlijk weet van fashion hebben. Of je moet... je moet gewoon creatief zijn, iets kunnen ontwerpen. Maar niet dat je speciaal hoeft te tekenen. Kijk, het is wel handiger om te tekenen, want dan zo zie je wat je allemaal kan doen. Maar als je het moet gaan draperen op een pop, kan ook. Of ja, gewoon beide. Dus niet dat je echt moet tekenen. Maar wel, bijvoorbeeld als jij het niet zelf doet, dan moet je het wel goed kunnen uitleggen wat je allemaal zou willen. Hier heb ik verschillende soort African prints. Of ja, ja, die prints zijn gewoon different, maar ze zijn gewoon dezelfde stofsoort. Deze zijn voor een nieuwe collectie in samenwerking met een wax shop in Parijs. Dus die stoffen hier. En dan heb je deze. Deze stoffen. En dan heb je ook nog een paar hier. Dus wat ik ga doen is gewoon met African print werken. Dus gewoon alles mixen en kijken wat eruit komt. Want meestal mixen ze met gewoon normale effenstoffen. Maar ik wil dit keer gewoon kijken hoe het gaat zijn als je het gewoon mixt met die African print zelf. Kijk, je hebt verschillende soorten stoffen. Je hebt cotton, je hebt polyester, je hebt nylon en whatever. Maar kijk, als je een description als je kleding koopt, dan heb je zo'n description van hoe je het moet wassen. Dus dat weet ik wel, maar niet, ik kan niet zeggen van oké, als je dit was, dan gaat die inkrimpen. Want ik heb dit niet gestudeerd, dus ik ben wel nog bezig gewoon research te doen. Maar de stoffen die ik nu gebruik zijn meestal, ik hou ervan om stoffen te gebruiken die niet heel erg stretchy zijn. Er zit wel een beetje stretch in, maar niet heel veel, want stretchstoffen vind ik niet zo leuk. Of vooral mijn stijl is een beetje strak en is een beetje futuristic. En als je stretchstof gaat gebruiken, dan komt het niet echt mooi. Dus dat, vandaar dat ik ook gewoon meestal gewoon met non-stretchy stoffen werk. Wat is jouw stijl precies? En kan je ons ook vertellen welke andere stijlen er nog meer zijn? Mijn stijl, ik heb eigenlijk twee stijlen. Of ik weet niet als ik dat moet zeggen. Maar ik hou gewoon van every kind of fashion. Kijk, want ik hou van streetwear. En ik design ook streetwear. Maar ik hou ook van couture. En ook gewoon ready-to-wear
streetwear en ready-to-wear, gala-wear. Dus eigenlijk die drie doe ik. Want bijvoorbeeld bij Fashion Fest heb ik een soort van couture. En dat is meer artistiek. Collectie uitgebracht. En dit is gewoon like streetwear, merchandise. Dus dat doe ik ook, omdat ik... Eigenlijk hou ik gewoon van alles. Dus ik doe gewoon alles. Kijk, ik doe gewoon alles wat ik op het moment voel. Of ja, waarin ik eigenlijk zin heb. En dan maak ik gewoon zo'n collectie. Maar bij voor shows meestal doe ik wel meer couture. Het is ook gewoon hoe je de kleding combineert. Want het kunnen gewoon simpele pieces zijn. Maar aan de hand van hoe je het stelt, dan wordt het iets anders. Voor nu haal ik mijn stof gewoon bij lokale winkels. Stoffenwinkels. En ik heb nu ook een partner in Parijs die African prints provide. En ja, dus dat doe ik. En soms haal ik ook wel stoffen uit het buitenland als het nodig is. Maar ik wil eigenlijk nu wel mijn eigen stoffen hebben, dus daarmee ben ik gewoon nog bezig. En garen, werk je met garen van hier? Ja, garen van hier. En als ik misschien weg ga dan naar het buitenland ga, dan koop ik ook gewoon wat spullen daar. Ja, is de kwaliteit wel stevig? Niet echt hier zo, want ze verkopen hier het meest gewoon katoen garen. Maar ik vind dat die soort van nylon, mixed nylon, polyester garen veel beter is. Nadat ik mijn research heb gedaan en mijn sketch gemaakt, en dan gaan we dan eigenlijk moet je dan op je stof gaan tekenen, maar dat heb ik heb voorwerk al gedaan. Dus dat ga ik nu in elkaar zetten. Dus alles is al geknipt en nu ga ik gewoon alleen maar stikken. Onderste haren trekken. Wat is het verschil tussen jouw designs, bijvoorbeeld dat wat je nu maakt, en de buitenlandse? Het verschil zit, vind ik, dat gewoon in design zit. Want je hebt gewoon verschillende stijlen, maar je kan streetwear designen, maar het hoeft niet zelf de streetwear te zijn als van een andere streetwear designer. Dus het is gewoon van wat ik design, dus wat ik eigenlijk produceer. Wat ik eigenlijk op papier heb gezet en dat ik dat dan ga maken. Dus niet dat er, ik kan niet zeggen van oké, okay, het verschilt. Qua stijl niet, maar qua design gewoon wel. Dus als ik je goed begrijp, zie jij geen verschil tussen dat wat je maakt en buitenlandse fashion designers? Nee, want ze doen eigenlijk gewoon hetzelfde. Alleen zijn hun veel groter wel. En hun hebben waarschijnlijk wel more advanced designs en ook gewoon hoe hun kleren maken, ja. En die stoffen vooral verschillen ook wel, ja. Maar jij hebt ook op internationaal vlak al meegedaan, toch, aan fashion shows? Hoe was dat? Ik heb meegedaan aan Fashion Fest in Nederland, 2 keer. In Frans-Guyana heb ik ook meegedaan. En het verschilt wel van Suriname. Maar van Frans-Guyana verschilt niet echt heel veel. Maar hun publiek daar voor fashion is wel veel groter, dat wel. En ook styling is anders. En in het buitenland, in Nederland bijvoorbeeld, toen ik meedeed aan Fashion Fest, daar focussen wel echt op de styling en het is ook veel professioneler dan hier zo.
Dus ja, dus dat is eigenlijk het verschil tussen Suriname en het buitenland. En ben je in de prijzen gevallen daar? Ja, ik heb vorig jaar Fashion Fest 2017 gewonnen in Amsterdam. Van Mag B. Ze hadden samengewerkt met Troep Museum. Dus die heb ik wel gewonnen. En in Frans-Guyana? Frans-Guyana was gewoon een French-Guyana Fashion Week. Dus net als we hier Fashion Week hebben, hebben hun ook gewoon Fashion Week. Ja. En heb je wat designs kunnen verkopen uit je collectie? Ja. Op beide plekken? In Nederland ook? Ja. Nee, dat was meer een competitie. Dus niet dat je echt een fashion market had, maar in Frans-Guyana wel. En hoe interesseer je klanten om voor jouw designs te kiezen? Vooral hier in Suriname. Ja. Want Surinamers gaan niet makkelijk, weet je, naar een fashion designer. Je stapt eerder binnen bij een modiste met je foto van wat je wil. Ja. Dat ze voor je maakt. Meestal gewoon bij events. En dan, ik draag nu gewoon echt gewoon alleen mijn eigen kleding. En als mensen dat zien en ze vinden het leuk, vragen ze wel even waar heb je het. Dan zeggen we oké, ik heb hetzelfde design. Dus zo krijg je ook klanten en ook gewoon via social media. En... Nu gaan we even terug naar jou persoonlijk. We hebben het nu gehad over je werk en hoe je dat allemaal combineert. Ja. Maar hoe ziet je dag er eigenlijk uit? Want je vertelde ook dat je ook student bent. Ja, ik ben ook student. Ik zit in mijn laatste jaar. FAR. Ik studeer international business, maar ik specialiseer me in entrepreneurship. Mijn dag begint heel vroeg. Eigenlijk slaap ik ook heel vroeg. Ik slaap voor 10 uur of 10 uur al. En dan ben ik ook heel erg vroeg op. Ik denk tussen 5 en 6 uur. Of iets later. Maar dus zo begin ik. Ik word wakker. Ik pak mijn telefoon. Kijk als er e-mails zijn. Als er e-mails zijn, beantwoord ik die e-mails. En daarna ga ik gewoon ontbijten. En kijken wat er te doen is. Welke bestelling ik heb. En daarna begin ik. En omdat ik met mijn moeder werk. Dus dan als ik weg moet bijvoorbeeld voor een meeting of zo, dan laat ik het werk gewoon voor haar achter. Of ik laat gewoon plaatjes achter. Of ik stuur het gewoon naar haar toe. Wat allemaal gedaan moet worden. Dus zo is mijn dag eigenlijk. Eigenlijk heb ik niet een schedule of zo. Want anything kan gewoon in mijn dag gebeuren. Is het te combineren met het studentenleven? Want je bent student, ja. Je moet huiswerk maken. Je moet presentaties voorbereiden. Dus gelukkig hebben we geen huiswerk. Gelukkig hebben we geen huiswerk. Kan ik het een beetje zachter zeggen? Ja, dus nu zit ik in mijn laatste jaar. Eigenlijk zou ik vorig jaar moeten afstuderen, maar ik heb een paar dingen. Ik heb verschoven naar dit jaar, omdat ik vorig jaar een paar opportunities had die ik wel wilde benutten. En dus heb ik gewoon mijn school eigenlijk aan de kant gezet. Niet aan de kant, ik heb het gewoon verschoven. Want fashion is uiteindelijk wat ik wil gaan doen. En als ik dat niet had gedaan, dan ja, dan was ik. Ik weet niet wat ik nu zou doen. In het begin was het wel druk, want toen kreeg ik ook al een heleboel requests om mee te doen aan shows. Maar toen kon ik het dan nog combineren, mijn derde jaar ook. Maar mijn vierde jaar werd een beetje niet moeilijk, want ik werkte gewoon altijd goed en deed gewoon altijd mijn presentaties. Maar omdat ik nu opportunities krijg om naar het buitenland te gaan en de school, ik zal niet zeggen dat ze niet supporten, maar je moet wel op school zijn om bijvoorbeeld workshops van de roadmap te volgen. En dat kon ik vorig jaar niet doen. Dus vandaar dat ik dit jaar meedoe aan de roadmap. Maar voor de rest is het niet echt moeilijk te combineren, want het hangt ook van je leerstijl af. Ik hoef niet echt heel veel te studeren. Dus dat ik gewoon in mijn boeken, moet lezen of gewoon constant studeren. Dus
zo werk ik ook helemaal niet meer. En zo werkt mijn brein ook niet. Maar als ik gewoon goed luister, bijvoorbeeld als ik naar colleges ga ging. En ik gewoon goed luisterde, dan kon ik gewoon mijn tentamen maken. Dus dat was wel een plus. Want dan hoefde ik niet heel veel aan school te besteden. Wat zijn je toekomstplannen? Mijn toekomstplannen zijn sowieso om fashion door te doen. Dus eigenlijk een kijk, hier is het niet naar echt een hoger niveau. Ja, naar een hoger niveau. Want hier heb je niet. Ja, wel een. De fashion industry hier is upcoming. En ik wil dat dan. Ik wil een bijdrage leveren om hier een fashion industry te creëren. Wat zou volgens jou veranderd moeten worden in Suriname om het echt beter tot zijn recht te laten komen? Ik denk. Kijk, Surinamers zijn sowieso heel erg creatief. En ik vind niet dat je heel veel. Dat creativiteit op scholen wordt gestimuleerd. Dus dat zou alvast moeten veranderen. Maar ook gewoon. Eigenlijk. Als je hier creatief bent, dan moet je echt gewoon in jezelf geloven. En mensen om je heen hebben die in je geloven. Dus. Als we alvast een beetje positiever kunnen worden qua gewoon de creatieve dingen en hun supporten, dan gaat het sowieso beter. Ik wil altijd met mensen praten die eigenlijk beter in iets zijn dan ik ben. Zodat ik van hun kan leren en hun kunnen sowieso ook altijd wat van mij leren. Dus dat moet eigenlijk veranderen, want ik denk dat een soort van... Misschien... Wisselwerking tussen creatievelingen. Ja, dus dat moet er wel zijn. Maar gewoon je... Ik denk het gewoon ook de attitude is van de Surinamers hier. Je denkt van... ze zou toch niet tot me willen praten of zo. Dus gewoon judge je voordat je tot iemand praat. Ja. Dat zou eigenlijk echt niet... Dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Want je kent de persoon niet. Want ik sta gewoon vrij, ik sta gewoon open om iedereen te helpen. Of iedereen, of gewoon mijn knowledge te delen met andere mensen. Hoe staat het met het gedeelte van contact te leggen in het buitenland? Heb je een bureau hier die je daarmee assisteert? Om bijvoorbeeld aan shows te kunnen deelnemen of aan markten om je designs te verkopen? Je hebt wel hier zo Suriname in style. Want hun werken samen met bijvoorbeeld Fransiana Fashion Week. Dus via hun. En hun organiseren ook Suriname Fashion Week. Dus hun hebben links met Fransiana Guyana en zo. Maar voor de rest doe ik gewoon alles zelf. Dus want er is niet echt een bureau die hiermee kan helpen. Maar alles is wel online. Dus ik doe mijn research gewoon online en ik stuur gewoon e-mails. Als ik antwoord krijg, ben ik blij. Dus zo ga ik gewoon verder. Mijn boodschap naar alle creatievelingen die eigenlijk een onderneming willen starten met hun talent, is dat jij... Eigenlijk, je hoeft niet bang te zijn, want kijk hier... Wat ik al eerder heb gezegd, het is de creatieve industrie wordt hier niet echt gestimuleerd. Maar het is gewoon jouw eigen inzet die gaat bepalen waar jij belandt. En als je in jezelf gelooft en je gelooft dat je goed bent. En je wilt, al ben je niet zo goed of ja, je bent average. Maar als je, zolang je open staat om te leren... To improve your skills en zo. Gaat het sowieso wel lukken. En jij moet gewoon je eigen opportunities maken. Of jij moet gewoon naar dingen zoeken die jou verder kunnen brengen. En niet gewoon alleen maar zitten van ja, er is geen industrie daarvoor. You have to create it. Jij moet je eigen, weg bepalen eigenlijk. En die mogelijkheden zijn er. Het is gewoon online eigenlijk. Dus... Mijn boodschap is dat
Ja, you just gotta do it. En niet op mensen blijven wachten. En gewoon in jezelf geloven. En gewoon jezelf pushen. En je moet gewoon met de juiste mensen bemoeien. En dan kom je waar je wilt.